Het is 11 april 2018 in Mijnersveen. We staan hier op de vloer van Rijer Venezia, Italië. De regerend landskampioen van Italië. Tegenover Donar, de regerend landskampioen van Nederland. Wat gaat het vanavond voor wedstrijd worden tussen twee landskampioenen? Normaal gesproken zijn zij natuurlijk dik favoriet hier als Italiaanse kampioen. Dat is een betere competitie als wat wij hebben. Maar hoe we tot nu toe spelen in Europa, we doen het hartstikke goed. Dus we gaan vanavond eens even kijken wat we waard zijn. Heb je speciale dingen in de voorbereiding waar jullie samen met Erik Braal aandacht hebben besteed? Nee, want ze zijn redelijk compleet. Ze hebben op alle posities zijn ze dubbel bezet en zo. Dus, en ze zijn het team wat de meeste drie punten schiet in de Europese en in de Italiaanse competitie. Dus we zullen flink aan de bak moeten hoor. Is het team helemaal fit? Wij zijn fit. Ik denk dat Bradford misschien niet helemaal is met zijn hamstrings, maar iedereen kan spelen. En wat heb je gehoord over de entourage hier vanavond? Heb je iets gehoord over toeschouwersaantallen, sfeer? Ja, we hebben de vorige wedstrijden gezien, zat het redelijk vol. En er is een enorme ambiance. En wat je nu ziet is voor mij een zootje Donar-supporters binnenkomen. Dus dat zorgt hopelijk ook voor ons een beetje voor steun. Absoluut. Er zijn vanavond meer dan 100 Donar-supporters bij. Dat gaat jullie zeker vanavond extra steun geven. Via deze weg wil ik jullie vast heel veel succes wensen bij deze wedstrijd. En wij hopen jullie na de wedstrijd in een hele goede stemming weer terug te zien. Oké, dankjewel.